kijkers. Welkom weer bij het programma Land, 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 Hoor des Heren Woord. Een programma die elke zondag weer bij het nieuwe dag wordt gepresenteerd door Shalom Televisie en wordt herhaald op de maandag, woensdag en de vrijdag. Alvorens wij overgaan naar de overdenking, wil ik samen in gebed gaan met u. Hemelse Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u Heer, dat wij iedere keer weer uw nabijheid mogen zien. Dank u Heer God, dat wij elke keer weer mogen opstaan en een nieuwe dag mag beleven, Heer God. Dank u Heer voor uw liefde en genade. Uw Vader zorgt. Dank u Heer God. We bidden vandaag, Heere God, voor het land Suriname. En ik bid u, Heere God, in het bijzonder voor de leiders die van u het land mogen besturen, Heer. Wilt u hen wijsheid geven, Vader? Inzicht in de problematiek, in de moeilijke zaken die wij als land, als volk verkeren, Heere God. Als we de nieuwsbladen lezen, en als we naar de televisie kijken, Heere God, naar nieuws over Suriname, maar ook in de wereld, dan is het niet zo mooi. En daarom bidden wij, Heere God. Wij vragen u om ons een helpende hand te bieden. Want u bent de bron van alles. Geef ons meer inzicht in ons werk. Dat wij mogen werken volgens uw wijsheid. Dat wij rijk mag zijn in liefde, rijk mag zijn in vrede en barmhartigheid. Dank u wel, Vader God, dat u ons elke dag weer voorziet van eten en drinken. Dat u naar ons kijkt, dat u naar de zieken kijkt, dat u naar de eenzame ouders kijkt, dat u naar de scholieren kijkt, Heere God. Dank u, Heere God. Wij bidden, Heere God, omdat u een goede God bent, een levende God. Een God die ons altijd leidt en begeleidt in alle moeilijkheden heen. Maar ook momenten van vreugde met u daar. En daarom bidden wij, Heere God, dat u ons vrijmaakt van alles, Vader. Gaat u gang met ons op deze dag, Heere God. En zo bidden wij dit in Jezus' naam. Amen. Goeiedag. Blij dat u kijkt naar Radio Shalom TV. En dat ook deze zondag, de tweede Adventszondag, wij het goddelijk woord met u mogen delen. We beginnen daarom ook nu. Dat onze hulp en onze verwachting enkel en alleen van u is, die de hemel en de aarde gemaakt hebt, die dwars door alles heen trouw blijft houden, nooit loslaat, nooit opgeeft, het werk uw handen. Mag uw genade, uw vrede, uw nabijheid, uw troost, uw liefde, uw goedheid en uw geduld rijkelijk over allen zijn die nu kijken, waar ze ook zijn, in Suriname of daarbuiten. Het gaat om u in deze tijd. Halleluja. Amen. Deze zondag, want iedereen praat vanuit een bepaalde richting, een bepaalde traditie. Deze zondag is wereldwijd erkend als de tweede Adventszondag. Advent, wat betekent dat? Het komt van de grondtekst Adventus. En dat betekent, hij komt. Wie is die hij? Wie komt? God. Geopenbaard
vlees geworden in zijn Zoon, Jezus Christus, die lang reeds beloofd was. En 40 eeuwen na die belofte werd hij eindelijk geboren als kind in Bethlehem. En waar was zijn plaats? Niet in een paleis. Wat was zijn wieg? Een voederbak. Wie waren de naasten, de directe mensen die daar waren? De dieren. Want er was geen plaats voor hem. Nou, Jezus heeft vanaf zijn geboorte consequent de wil van God vervuld om ons te redden. En als de Heer Jezus klaar is, dan is hij teruggegaan. Maar voor zijn weggaan, voor zijn heen gaan naar de hemel, heeft de Heer Jezus, en in de Bijbel staan er verschillende schriftgedeelten waar er gesproken wordt van zijn wederkomst, zijn tweede komst. Advent, zei ik, is de tijd waarin wij niet alleen maar uitkijken naar kerstviering, dat is geweest. Maar hij komt terug. En vele teksten en plaatsen in de Bijbel geven ons heel duidelijk aan. Ik lees met u enkele gedeelten, zal ik dan later ook aanhalen. Maar nu, uit Matthäus 24, toen hij op de Olijfberg gezeten was, vers 24, Matthäus 24, vers 3, vervolgende versen. Toen Jezus nu op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen allen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst en van de volleinding der wereld? En Jezus antwoordde en zeide tot hen, laat niemand jullie verleiden, want er zullen vele verleiders komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ook zul je horen van oorlogen, wees niet verontrust, dat alles moet gebeuren. En dan gaat u, als u dit stukje leest, de Heer Jezus verder. En hij zegt, wat er allemaal gaat plaatsvinden vanaf de tijd dat hij is opgevaren naar de hemel. Want wij leven in die tijd van klaar met hier, weer teruggegaan naar de hemel. En hij gaat terugkomen. En hij zegt ook markante dingen, belangrijke dingen, tekenen waarop wij moeten letten. Het zijn allemaal belangrijke aanwijzingen, heenwijzingen, indicatoren zou men ook kunnen zeggen. Als wij deze dingen zien gebeuren, geen paniek, het moet gebeuren. Hij heeft het allemaal gezegd. Het zijn de weeën, het zijn de voorboden, de voortekenen voor hij gaat komen. En een van de dingen is in vers 12, en omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meeste mensen verkillen. Kijk, in die samenleving, dan zie je bijna dat iedereen, niet iedereen, maar velen, eigenlijk door het gehossel en door die hele moeilijke tijd waarin we leven, inderdaad alleen een beetje egocentrisch denken, van, maar ik moet het eerst hebben, dan zie je verder wel. Die liefde, die mededeelzaamheid, dat samen, dat saamhorige, gaat langzaam eruit. En dat is eigenlijk niet goed.
die liefde is aan het verkillen. Dat samen met elkaar het delen, het vreugde hebben beleven met elkaar. Ergens is het begrijpelijk. Maar de Heer Jezus geeft dat als een van de belangrijke tekenen. Wetsverachting. Men heeft tegenwoordig ook weinig respect voor de overheid. Hoe zit het dan met de hoogste autoriteit, God? Houdt men wel rekening met God? Die vraag leg ik in het midden. Ik zal er geen antwoord op geven. Ieder gaat voor zichzelf na. Hou ik mij wel aan wet en regelgeving? Niet alleen van de plaatselijke overheid, maar wat er in de Bijbel staat. Doe ik dat? Een ander indicator, een aanwijzing voor Jezus terugkomst, is dit evangelie zal in de gehele wereld verkondigd worden, voordat hij gaat komen. En we mogen blij zijn, we mogen dankbaar zijn, dat en radio, en tv, en krant, en evangelieverkondiging hand in hand tegenwoordig gaan. Allemaal zaken die ook wijzen dat inderdaad de tijd nadert. En hoe gaat de Heer Jezus terugkomen? In Handelingen, hoofdstuk 1, staat dat heel duidelijk. Als de Heer Jezus opgenomen wordt naar de hemel en de discipelen kijken nog, dan horen ze de stem. Deze Jezus, die van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze wederkeren als gij hem hebt zien heen gaan. Dus hij komt terug op de wolken en iedereen zal hem zien. Iedereen, iedereen in de gehele wereld. Maar weet u, de Heer Jezus zelf heeft deze tijd vergeleken met de tijd van het zal zijn als in de dagen van Noach. Etende en drinkende en huwende. De vraag die ik mij toen daarbij stelde, bij de voorbereiding hiervan, is: wat is er nou verkeerd eraan? Eten, drinken, trouwen, werken, bouwen, proberen vooruit te gaan. Helemaal niks verkeerds daaraan. Echt niet. Een mens moet eten, een mens moet drinken. Een mens mag, omdat God dat zelf heeft gezegd, trouwen. Een mens mag vreugde hebben in het leven. Is daaraan iets verkeerds? Ik dacht het niet. Verkeerd wordt het wanneer de mensen massaal of individueel God daarbij niet betrekken. God geen plek daar heeft, geen plaats. Alles doet men daar buiten God om. En dat is nou eigenlijk wat niet goed is. Ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Geef ons weer waar wij moeten zijn, wat wij moeten doen. Weet u, Paulus heeft ons ook heel nadrukkelijk gewezen op hoe het zal zijn in de eindtijd. En wij leven in de eindtijd, in de laatste der dagen, zoals de Bijbel dat uitdrukt. Als u met mij zou lezen uit 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot en met 5, dan horen wij dit. Weet wel,
dat er de laatste dagen zware tijden zullen komen. Want, en dan komt die hele opsomming van dat egoïstische, van dat mij alleen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, zelfzuchtig, vermetel, kwaadspreken, aan hun ouders gehoorzaam, ondankbaar, onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, meer liefde voor genot dan voor Gods vrucht. Ziet u wel, als de Heer Jezus een indicatie geeft van het zal zijn als in de dagen van Noach, en Paulus geeft ons ook een indicatie, ik zou kunnen zeggen, als in de dagen waarin de mensen allemaal uitkijken naar kerst, iedereen wil zijn huis versieren. Nogmaals, ik zeg u, alles wat u doet, het is prima, het is goed. Alleen, het moet niet om de uiterlijke dingen gaan, het moet gaan om de essentiële dingen. Het moet gaan om God. Het moet gaan om Hem die komt, die Adventsvorst. Wees nu eerlijk, lees u dit gedeelte, deze gedeelte. En vraagt u zich af, werkelijk, leven we niet in de eindtijd? Want al deze dingen, de Bijbel is geen boek dat verhalen vertelt, sprookjes. De Bijbel is zeer actueel, zeer realistisch. De Bijbel is het woord van God. Spreek de waarheid. We leven midden in die tijd. We leven in een crisis in Suriname, ja. Maar de hele wereld. En vraag wat de oorzaak is, steeds hoor je weer. Het is Oekraïne. Een tijd geleden ging het om, ja, we moesten ons allemaal inenten. Suriname heeft een economische crisis. Ieder land heeft zo zijn eigen probleem. Weet u waarom? Waarschijnlijk willen wij en machthebbers het met hun eigen intellect doen. Met hun eigen inzichten alleen. Maar we laten we allemaal kerk, overheid, samenleving, vakbonden, leerkrachten, ieder die erbij betrokken is in die samenleving, werkelijk God erbij betrekken. Het is toch schandalig hoe onze jeugd tegenwoordig met elkaar omgaan. Het is toch schandalig als je ziet, tegenwoordig komt alles op social media, wat er op een bepaalde school, hoe op een bepaalde school wordt gefeest. Ondenkbaar. Toen ik op school ging, zou dit onmogelijk zijn. Vrijheid is een heel belangrijk ding. Maar laten we die vrijheid niet gaan misbruiken om dingen die niet goed zijn. De Bijbel, het woord van God, wijst ons wel hoe we moeten leven, hoe we moeten handelen. De vraag van de discipelen, Heer, wanneer zal het een feit zijn? Wanneer komt u? De Heer Jezus heeft ze niet gezegd in het jaar 2050. Of welke tijdstip, maar wel let op deze dingen. Hij zelf weet het niet. Niemand weet het. En Jezus zegt,
En laat je niet verontrusten. Laat niet als mensen komen je het een en ander vertellen. Mensen hebben veel verhalen om te vertellen. Als ik tegenwoordig berichten krijg, weet ik echt niet uit de veelheid, probeer ik te filteren. Wat is waar? Wat moet ik hier geloven? En met mijn eigen verstand ga ik er niet uitkomen. Ik heb daarbij de hulp van het woord van God nodig en de Heilige Geest. Kijk eens, volk van Suriname, waar u ook bent, wie u ook bent, hoe u ook heet, tot welke kerkelijke gezindte u ook mag behoren. Laten we in deze adventstijd weer eenvoudig roepen, hem zoeken, hem de ruimte geven, beleiden wat niet goed is, wat niet tot eer is van God. Al het negatieve verbreken in zijn naam. Leven met elkaar zoals God dat vraagt. En laten we onze oren gespitst houden. Onze ogen gericht houden op hem. Want wis en waarachtig. Hij komt. Het duurt wel lang, maar hij komt. En als hij komt, laat hij u dan niet slapende vinden. Als die dwaze maagden, maar wakker. Wakker in die zin dat u elke dag weer zegt, Heer. Ik weet u komt en ik weet dat ik verlost ben. Help me in deze verwarrende tijd die juiste keuze te maken om te leven, te werken en er te zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de anderen en tot eer van u. Ik wens u allemaal nog hele mooie gezegende adventstijd toe. En straks, wanneer 24, 25 december er is, herdenking van de geboorte van die adventsvorst die zal komen met alle macht en met alle glorie. Niet meer als kindje. Ook vandaag zeg ik Maranatha. Heer Jezus, kom. Amen. Vader in de hemel, dank u heel hartelijk dat we dit mogen doorgeven aan elkaar. Aan ieder die gekeken heeft en geluisterd. En we danken Heer dat door uw geest u ook nog datgene wil geven aan de mensen dat waarschijnlijk nog niet doorgegeven is. Want u weet wat een ieder nodig heeft. Nooit is het woord dat we brengen 100% af en perfect. Maar wanneer uw geest spreekt en het neemt, dan komt het diep in onze harten. Ik bid in elk geval dat er genoeg ook vandaag vanuit uw woord gegeven is, opdat wij horende en ziende wijs worden. Opdat wij meer en meer gaan graven, gaan lezen uit het goddelijk woord van u. Ik wil u danken voor het haast afgelopen jaar. Voor al de uitzendingen, niet alleen van mij, maar van een ieder die via dit medium, dit radiostation en televisiestation Shalom, uw woord hebben mogen laten horen en zien. Dank voor het bestuur, dank voor het personeel, dank voor de velen die blijven bidden, dank voor de donoren, dank o God,
dat u alleen weet onder welke omstandigheden wij ook proberen hier met elkaar te werken. Laat uw boodschap gehoord worden, want u zegt, en dit evangelie zal aan de ganse wereld gepredikt worden, dan zal het einde komen. Wij leveren daaraan ook een heel kleine bijdrage. Uw zegen over land en volk. Te midden van alle onrust, Heer, bidden wij dat uw licht mag schijnen. Dat uw krachtig woord mensen bemoedigt. En dat wij proberen om in eenheid samen te werken. We kunnen van mening verschillen. Maar laten wij, Heer, letten op hoe en wat wij zeggen. Naar de overheid, naar anderen toe. En zeker ook, Heer, wanneer we tot u naderen, de heilige, de ongeziene, de eeuwige. Uw God, geopenbaard in uw Zoon, Jezus die kwam. Advent, u komt terug. Advent, wij verwachten u. Kom, Heer, opdat de wereld echt ook, te midden van alle turbulentie, te midden van alle ongerechtigheid, zal zien, het woord van God is en blijft waar en waarachtig. Geprezen zij uw naam, uw zegen wereldwijd over allen. Wij spreken ook uw zegen uit voor allen die kijken en luisteren. De Heer zegene en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u allen lichten. Hij is u genadig. De Heer, hij verheft zijn aangezicht over u allen en geeft u zijn shalom, zijn vrede. In Jezus' naam, amen. Ik wil u allemaal heel goede zondag wensen, goede adventstijd, goede kerstdagen en wanneer het zover is, een goede jaarwisseling en een hoopvol nieuwjaar 2023. God houdt van u, zo hij wil, tot een volgende keer. Goeiedag.